De voltallige oppositie van de gemeenteraad van Tiel heeft aan burgemeester een brief gestuurd waarin zij grote twijfels uiten over het functioneren van wethouder Driessen. Op verschillende dossiers worden onvoldoende resultaten gehaald en vindt men dat men te laat wordt geïnformeerd. Zo zijn er problemen bij schuldhulpverlening, het minima- en sportbeleid en veilig thuis. Op alle dossiers lijkt een gebrek aan urgentie en leiderschap te bestaan. Men vindt dat de doelen te algemeen worden geformuleerd en bovendien bij herhaling niet worden gehaald. In de raadsvergadering van 23 november verwacht de oppositie een mondelinge toelichting van de wethouder over hoe hij in de toekomst de dossiers adequaat gaat aanpakken en de raad tijdig de gevraagde informatie verstrekt.